Vanaf 2002 ben ik naar Suriname gekomen van Nederland uit, dus heb ik hier opgezet. Botanische tuin. Mijn oma houden van kruiden, van allerlei soorten kruiden. Ik heb veel geleerd van mijn oma. Dus toen ben ik op het idee gekomen dat ik naar Suriname ga, wil ik zo'n tuin. En het was iets kleiner en ik maak het iets groter. Veel medicinale planten heb ik hier in de tuin. Ik heb menthee, ik heb kattensnoor. Dat is goed voor de prostaatkanker, voor die nierstenen. Ik heb snikkiwiri, tonka, bijgenoze tonka voor je haar. Ik heb moringa thee, moringa bomen. Wat heb ik nog meer? Sikrepatuwiri. Je kan het gebruiken voor in plaats van schimmelpoeder. Kan je het gebruiken in de zuurgoed. En ik heb het goed geleerd van mijn oma, is ook goed tegen hoge bloeddruk. Een paar bladeren of stekjes in een water en dan drink je voor hoge bloeddruk. Een botanische is net een kruidentuin. Je vindt allerlei soorten kruiden in, dat je kan gebruiken tegen ziekte. Je kan bepaalde kruiden ook mee koken. Dus dat is ongeveer. Een jaar geleden, toen was er geen corona, COVID. Kwamen mensen hier met bussen, kwamen de hele dag. Ze betalen wel een iets entreegeld. En dan wordt het ook gekookt en rondleiding gegeven. En dan wordt het ook een paar dingen gekocht om mee te nemen. Want meestal heb ik droge bladeren, droge planten, alles. Ik doe dit soms alleen, maar soms heb ik vrienden. Die komen me helpen. Maar nu heb ik het niet zo druk. Wegens corona komen niet zoveel mensen hier. Ik wil dat er veel toerisme hier komen en dat mensen hier komen. Ik wil mijn kennis overdragen aan de mensen die hier komen. Dan kunnen ze weten dat er kruiden hier zijn. In plaats van tabletten kan je ook kruiden gebruiken die tegen allerlei ziekten zijn. Internationaal, nationaal, iedereen is welkom bij de heer Frank Rozenblad in Coroni. Ik zit op adres Belladrum, plantage Belladrum. En mijn telefoonnummer is 88-00-31-6. Dus je moet altijd contact hebben. Ja, 88-00-31-6. You are welcome. Mijn naam is Juanita. Zoals aangegeven help ik met het beheren en coördineren van Botanisch Palace. Wat ik eigenlijk leuk ervaar hoor. Het is een heel leuke ervaring. We krijgen dagelijks mensen hier over de vloer. Vaak genoeg mensen van de stad, soms van het binnenland, soms helemaal vanuit Frans-Guyana. En het is een leuke ervaring om dan, je ontmoet verschillende mensen en dat stemt je goed. Want je leert dan andere dingen kennen, andere culturen, want soms praten we over cultuur, soms hebben we het over het een en ander. En vooral met de COVID-situatie nu in het land, dan geven ze hun ervaring hoe het is in hun land of in het binnenland. Wat Botanisch Palace betreft, wekelijks krijgen we plus minus 50, 60 mensen. Het kan soms ook minder hoor, het hangt van de situatie af. En met de lockdownperiode kregen we wel een aantal mensen die misschien een beetje uit de stad wouden en dat soort dingen. Voor het district is het een stukje vooruitgang. Omdat wanneer ze hier komen en hier overnachten, de toeristen natuurlijk, dan kunnen de mensen van het district hun goederen en hun waren verkopen aan de mensen. En, Corona is bekend om kokosolie, honing en hun krabben, leguanen en dat soort dingen. Dus men vraagt steeds weer naar dat soort dingetjes wanneer ze komen. Als we Suriname beter promoten, op de kaart brengen en ook aangeven wat we per district hebben, wat uniek is in onze districten, denk ik dat dat een beetje zal aantrekken. Want sommige mensen, je hebt andere mensen die in Corona wonen, maar ze weten niet eens hoe boven Suriname eruit ziet. Je hebt anderen weer die wonen in Kommerwijnen, ze weten niet eens. Ze zijn nooit eens een keer naar Coroni gekomen. Dus met dit alles denk ik dat er een soort integratie zal zijn waarbij wij trekken naar
komen wijnen en de mensen komen wijnen ook weer naar hier en zo on. Dus het westen naar het oosten naar het westen, naar het noorden en zuiden. Begrijp je? Dus ik denk dat dat bevorderend zal zijn. Niet alleen voor Surinamers, maar ook voor de buitenlanders. Want daar zullen ze zien van, hey, we kunnen naar Nikeri gaan of we kunnen naar Koroni gaan, want die mensen daar hebben dit en dit aan te bieden. En dat gaat het uniek maken en dat gaat het mooi maken voor het district Koroni. Dan gaan we werken aan een stukje decentralisatie van het district. Natuurlijk dat we inkomen krijgen en dat we dingetjes kunnen doen uit eigen zak. Dat is eigenlijk de main point van alles. Want je gaat je district moeten opbouwen. Je gaat veranderingen brengen in je district. En met dat stukje, dat we, wat de inkomen die we krijgen, dat zal maken dat we, dat we Koroni dan mooier maken en aantrekkelijker voor de toeristen die van het buitenland en van Suriname. Mijn naam is Ricardo Vriesde. Ik woon en werk in het district Koroni op de plantage Welgelegen. Wij houden ons voornamelijk bezig met de productie van kokosolie, als ook het planten van kokos. Omdat kokos toch veel gevraagd product is. Wat heeft het te maken met toerisme? Wij hebben ons voor de pandemie een beetje bezig gehouden met het bevorderen van agrotourisme naar het district Koroni toe. En wat wij te bieden hebben hier op de plantage is onder andere hengelgelegenheid. We hebben voorlichting gegeven met betrekking tot kokos en kokosproducten. Naast kokos hebben we ook een kleine veestapel. Wat kunnen wij bieden aan toeristen? Hopelijk na de pandemie dat dit gauw achter de rug is. Hoe wordt kokosolie geproduceerd? Wat heb je allemaal nodig? Wat voor werkzaamheden moet je verrichten om te komen tot een flesje kokosolie? We houden ons puur bezig met agrotourisme. We hebben accommodatie hier om te kunnen logeren, dus overnachten. Maar ook dagjesmensen zijn in de toekomst van harte welkom hier op de plantage. En wat de invulling van hun bezoek kan zijn, zullen wij in de toekomst kenbaar maken. Maar momenteel kunnen wij niet zoveel aandacht aan besteden vanwege de heersende COVID-pandemie. Verder hoop ik dat mijn mede-Koronianen zich ook gaan inzetten om toeristen naar het district te trekken. Want op zich hebben wij in Koroni niet zoveel te bieden op toeristisch gebied vergeleken met het binnenland. Dus ga naar mijn Koroniaanse broeders en zusters. Probeer ook een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van agrotourisme richting het district Koroni. Als ik praat over agrotourisme, dan houdt het meer in toerisme gericht op de agrarische bezigheid, dus agrarische industrie. Omdat wij een landbouwbedrijf zijn, de ruimte die we hier tot onze beschikking hebben is redelijk groot, waardoor wij de toeristen kennis kunnen laten maken met processen in de landbouw, om het heel eenvoudig uit te drukken. En omdat wij ons voornamelijk richten op kokos, kunnen wij daar genoeg informatie over verschaffen. Maar daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor toeristen die belangstelling hebben om informatie in te winnen met betrekking tot de imkerij. Die mogelijkheid is er ook, omdat een broer van mij, die is al tientallen jaren een ervaren imker. Welgelegen was vroeger puur een kokosplantage. En begin jaren 80 is in het achterland van Koroni is men begonnen met het produceren van rijst. Momenteel wordt dat wel gedaan, maar op zeer kleine schaal. Waardoor de kokos in die periode, dus de jaren 80, jaren 90, de kokosvelden zijn niet onderhouden. Nu anno 2020, de 21ste eeuw, beseffen wij dat dat kokos en kokosproducten zeer gewild is, waardoor wij nu genoodzaakt zijn en gelukkig dat wij de ruimte hebben om genoeg kokos te planten. Wat toerisme betreft,
heb ik, ik heb heel veel geleerd. En ik heb trouwens ook die training wat toerisme al gevallen. En ik heb daaruit geleerd om, om verbetering te doen in mijn zaakje. Verbetering in de zin van zeg van echt om toerisme naar mensen aan te trekken. En ook geleerd van dat er heel veel aan gedaan kan worden in corona. En dat er nog heel veel mogelijkheden zijn in corona. En dat het ook nog heel veel nog gebeuren kan. En zeg van dat het heel aantrekkelijk kan zijn, kan worden in corona. En dat mijn zaakje ook aantrekkelijker kan worden om toerisme ook aan te trekken, om meer gasten aan te trekken. Corona is een goede voor de toeristen van Konja. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Maar zolang je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Als je een vrij bent, dan kun je een vrij zijn. Kan me contact dat ik eigenlijk nog niet door om je man bel me dat we gaan zo aan precies dat we gaan zo mooi naar godro kantie uku je drinken bier gewoon rustig mooi netjes als je wilt zullen kunnen flamingo zijn als een wan boring yang wan yang def boring we boring jappen gewoon amina basis van groen heb en ja abok ook wanneer dat hem ik kies den dat me bakken mooi netjes die dat me poten niet wan brengen mooi ja nooit meer je nyamen wat trafasi. Ik ben Marlene Winter, ik ben aan de Commissarisstraat. Ik ben een kleine ondernemer, niet een grote. Dus als iemand heeft gebeld, mijn telefoonnummer, moet ik dat doorgeven. 877-6261. Als je een grote bestelling hebt, ben ik bereid om contacten. Al is het maar 30 personen, vrouw Winter, staat altijd klaar. Niet dezelfde dag, een dagje van tevoren of twee dagen na, dan maak je contact met vrouw Weentuin. Want ik moet mijn dingen zoeken, alles in orde zetten om alles klaar te maken. Want soms vind je niet alles in corona. En vele mensen kennen me daar, maar vrouw Weentuin, hey, ik ga de Luca vrouw Deborah, als je die niet komt met twee grote tassen.